Vandaag maak ik een heerlijke variatie op de churros. Normaal lange stengels, maar nu als cupje. Heerlijk gevuld met een koffiecrème mousse. Als allereerste heb ik de gelatine in de week gezet. Hoe langer je gelatine in de week staat, hoe beter het is. Ik zeg wel eens, hij mag voor mij gerust een week in de week. Dan ga ik de snelvriezer aanzetten. Dat geluk hebben we, dat we die hebben. Maar ik zou altijd deze licht ingesmeerde muffinvormpjes in de diepvries zetten. En ik zet even mijn frituurvet op. Ik ben nou toch onderweg. En die kan alvast lekker warm worden. Oké, voordat ik de soezen ga maken, ga ik toch eerst die koffiemousse maken. Wat hebben we daarvoor nodig? We hebben slagroom nodig. Die ga ik lekker lobbig maken. Dus lobbige slagroom. Gewoon rustig aanzetten. Dan de gelatine, die had ik al in de week gezet. En dan de vanillesaus. Ik heb een beetje oploskoffie. Ik heb een pannetje. Daar doe ik de melk in. De oploskoffie. En de suiker. Die ga ik koken. Dan pak ik een bakje en doe ik de chocolade in. En de boter. Even voor de duidelijkheid. Ik heb hier dus chocolade en boter. Ik heb hier de gelatine die al in de week staat. Ik heb eidooiers die ik daar mee ga binden. Ik heb slagroom aan het draaien staan. En ik heb de melk met de koffiepoeder en de suiker op het vuur staan. En dan wacht ik tot het gaat koken. Ondertussen doe ik even de eidooitjes een beetje loskloppen. Nu opkloppen, maar loskloppen. Hij kookt van het vuur af. De eidooitjes erbij pakken. Bij de eidooitjes gooien, een gedeelte. Weer in het bakje terug. Goed roeren. En binden tot 80 graden. Hoe doe je dat? Kijk, dan is de bodem moet dan schoon zijn. Hij mag niet koken, hè? Dan 80 graden. Dat doe ik meteen hierop. Dan giet ik op de chocolade. Dan kan die chocolade mooi smelten. En dan doe ik ook meteen de gelatineblaadjes bij. Lichtjes uitknijpen. Nu koelt dus alles af. Ik heb dus eigenlijk van de room met de chocolade en de boter een soort ganache gemaakt. Ik heb een anglaise gemaakt van de melk en de eieren. Dus alles, heel veel technieken komen nu samen. Hier gaat daar dus slagroom bij. En ik heb een mousse op basis van anglaise. Kijk, ik ga dit nu mooi glad roeren. Zie je? Hij is nu mooi afgekoeld. Oké, de slagroom is nu goed. Je ziet het, hij is een beetje, zoals wij dit noemen, lobbig. En ook wat yoghurtdikte. Hij moet niet te dik zijn, want het gaat schiften. Dus moet echt niet verder gaan dan zo. Iedereen die ooit in Spanje is geweest, die moet daar wel eens churros hebben gegeten. Over de oorsprong is niet al te veel bekend. De een zegt het komt uit China, de ander zegt uit Portugal. Feit is dat het vooral in Spanje razend populair is. Ook als ontbijt. En dan doop je de churros in warme chocola. En die chocola is zo dik dat die churros er gewoon in blijven staan. Maar churros worden ook gegeten in puntzakken op straat. En dan eet je het met poedersuiker. Ik heb hier dus de anglaise met de slagroom. Dan ga ik familie maken. Dat wil zeggen, ik ga eerst een gedeelte hiervan erbij doen. Zodat alles afkoelt. Kijk, het is nu mooi gemengd. Nu doe ik het hierbij. Zou ik dat in één keer doen, ben ik veel te lang aan het spatelen. En heb ik kans dat het gaat schiften. Dus het moet eigenlijk zo snel mogelijk. Nou, dan ga ik alles mengen. En het laatste beetje doe ik met de spatel. Zie je, hij is super slap, die crème. Maar we gaan hem in de koelkast zetten.
En je zult zien hoe mooi stevig hij straks is. Want wat is er allemaal aan de hand? Er zit gelatine in om te binden. Er zit een eidooier in die bindt. Er zit chocolade in die bindt. En er zit boter in die bindt. Dus straks heb je een hele mooie, stevige mousse. Daar kun je zo'n mooie zo'n knellen van maken. Met twee lepels. Zie je daar hoe mooi glad die is? Zo, dit ga ik in de koelkast zetten. De naam churros, en dat is wel een leuk weetje, dat komt van het schapenras Tura. En dat zijn de horens van de schapen. Mij kan het niet schelen, want ik vind ze gewoon lekker. We gaan de churros maken. En churros is eigenlijk een soort soezebeslag. Tenminste, dezelfde methode. Water. De boter. Het suiker. Gewoon een lekkere schep erin. Zo, kan geen kwaad. Een beetje zout. Een snufje, zoals dat heet. En doe de vanille ook nog maar bij. In ieder geval het merg. Dit pannetje ga ik op het vuur zetten. Ziet het water met boter, een beetje suiker, zout en de vanille. Die koken van het vuur af. Rust. Dan doen we de bloemen bij. Dit is een wat steviger soezebeslag, hoor. Niet verwarren met een soezebeslag voor chocoladebolletjes of zo. Of slagroomsoesjes. Dit is echt een stuk steviger. De methode is alleen hetzelfde. Je ziet, het is echt een stevig beslag. Een beetje minder. Even mooi gaar maken, de bloem. Hoe mooier dat ik het gaar heb, hoe meer eieren ik erop kwijt kan. Best een heftig werkje. Zo. Dan doe ik het in de machine. En draai ik hem eerst een klein beetje koud. Want als ik meteen de eieren erbij doe, gaan die stollen. Ja, dan heb ik een gebakken eitje en dat wil ik niet. Dan de eieren er één voor één bij. Maar altijd eerst in een bakje doen, hè. Niet op de rand van de machine. Stel voor dat je erin valt met de schillen. Dus eitje. Eerste eitje. Mooi oplossen. Ondertussen tweede eitje. En het laatste eitje. Ik zie dat het beslag vrij stevig is, omdat ik hem goed gaar gemaakt heb op het vuur. Dan kan ik er misschien nog wel een beetje ei bij. Hij moet niet zo slap zijn als bij Soeze. Het is wel stevig, maar het hoeft geen beton te zijn. Even een eitje loskloppen. Er zit nog een beetje ei bij. Zo. Die is netjes. Een spuitzak vullen. Beslag erin doen. Je ziet, het is redelijk stevig, hè? Ik ga de muffins voor hem pakken uit de diepvries. Zo, die zijn lekker koud. Die ga ik even mooi opspuiten. Zo, even weer snel invriezen. Terwijl de churros even aanvriezen. De mousse lekker op temperatuur aan het komen is. En het is oud en nieuw. Ga ik even een mooie decoratie maken.
Een pannetje water. Een beetje chocolade. Zo, klein beetje om te smelten. Au bain-marie verwarmen. Klein spateltje. Komt goed. Oh, een sterretje. Leuk. Wil je de marsepein wat steviger maken, doe ik het altijd een beetje afbranden. Ik vind het eigenlijk ook best wel mooi. Om chocolade op temperatuur te brengen is het heel handig met deze materialen. Zo'n paletmes en een steekmes. Dan ga ik even hier 2/3 op de steen. Dus 1/3 hou ik hierin. Hij is gelukkig niet heel erg warm. Hij moet koel aanvoelen, de chocolade. Ah, perfect. Hij voelt dus koel aan. Met die beetje warme chocolade die ik heb, is precies 31 graden. Hoepatee. Goed mengen, anders krijg ik strepen. Het is natuurlijk warm en koud. Mensen, een klein beetje in de spuitzakje doen. 2019. Oké, we gaan frituren. Je ziet hoe mooie bakjes je gekregen hebt, hè? Ik zou dus ook met kookschuim kunnen doen. Ik ga ze erin leggen. 2, 3, 4. Bijna 8 minuten frituren. Even door de kaneelsuiker. Zo, even afkoelen. Zo, ik heb maar meteen de koffiemoes meegenomen, terwijl het afkoelt. Kijk eens hoe mooi opgesteven dat is. Klein beetje glad roeren. Klein beetje. Zo, terwijl de kuipjes mooi afkoelen, heb ik de spuitzak gevuld. Kan ik even een klein beetje opruimen en zijn ze klaar. Wat ik altijd mooi vind is gewoon eerst een beetje poeiersuiker erop nog. Dat ziet er nog feestelijker uit. Zo. Dan heb ik iets waar zakjes op zetten vandaag. De heerlijke koffiemoes erin. Nou, kijk eens. Als dit geen heerlijk nieuwjaar wordt, zoals we in Brabant zeggen, een zalig nieuwjaar.